Veilig ben je sowieso. Dus je hebt, uh, je hebt niks te verliezen. Je kan alleen maar meer pakken. Dus uh, ja, we gaan er gewoon uh, vol voor. Abdu'waroui, was dit jouw uh, mooiste doelpunt van dit seizoen? Uh, ja, ik, ik twijfel. Uh, ik denk dat die tegen Emmen ook heel mooi, uh, mooi is. Dus ik moet even, even goed nadenken in de bus, busreis terug. Ja. Gelukkig heb ik genoeg tijd. Ja, precies. 258 kilometer de tijd voor om inderdaad nog eventjes die doelpunt terug, te, terug te zoeken. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Uh, we begonnen heel goed uh, tegen een heel goed en stug team, wat we vooraf wisten. Uh, ja, dan komen we op spoor, voorsprong de 1-0. En dan uh, weet je dat ze de tweede helft extra scherp uit, uh, uit de kleedkamer komen. Omdat het, ja, de trainer uh, gaat helemaal los, denk ik. Dat is normaal. Uh, dus dan moeten we tegen wapenen. En dan zie je toch dat we, dat we het nalaten om de voorsprong uit te bouwen. En dan uh, maken we nog de 2-0 via Beugelsdijk. En uh, ja, dan, uh, dan moet je eigenlijk naar 3-0, 4-0 maken, omdat we hele goede kansen kregen. Ja, dan, dat doe je dan niet. En dan komen we nog in de eindfase goed weg. Maar met Vlaag hebben we wel uh, goed gevoetbald. Ja. Je wint bij FC Groningen, wat geen vanzelfsprekendheid is, maar je speelt ook gewoon een hele goede wedstrijd. Je hebt het achterin hou je net dicht. Omschakeling gevaarlijk, waarin je echt wel aardig wat kansen creëert. Waar ben je zelf het meest tevreden over in deze wedstrijd? Uh, ik denk dat we, dat we heel, goed, uh, heel goed stonden. De, en de afspraken die we vooraf uh, hebben gemaakt, ja, die kwam iedereen gewoon, uh, gewoon na. En iedereen ging gewoon tot het gaatje. En als je niet meer kan, dan, uh, dan word je gewisseld. Dus uh, ja, respect voor het team. Ja. Hoe is het voor jou om deze wedstrijd uh, nu te spelen, in deze periode? In de periode van de Ramadan? Want ik kan me best voorstellen dat het best ook pittig is. Uh, ja, natuurlijk ja, is het pittig. Je mag niet uh, eten en drinken. Maar uh, ik denk vooral dat. Uh, dat het een mentale aspect is en uh, dat je er in uh, moet zetten. En ik denk dat ik dat wel, uh, dat wel goed kan. Maar uh, ja, ik ben niet de enige. Er zijn uh, meer die jongens die, uh, die vasten en volgens mij bij Groningen zijn er ook een paar. Dus uh, ja, het is gewoon een mentale, mentale ding. Ja. Ik vind het wel mooi, je zei dat ook voordat we begonnen aan dit gesprek, dat we, ja, we doen het met de Ramadan Boys samen Ja, Ramadan Boys. We gingen gisteren een dag van tevoren naar het hotel. En dan is het wel altijd gezellig wanneer de zon ondergaat, dat de Ramadan Boys bij elkaar komen. En dan zit je gezellig met elkaar aan de tafel en dan mag je het vast verbreken. Dus dat is wel gezellig. Ja, precies. Ja. En, en, en proppen dan, hè? zoals je zei? Ja, als je, als, je, als je propt dan krijg je een beetje buikpijn. Je moet het een beetje, beetje verspreiden over, over de avond. Maar heel goed drinken, dat is belangrijk. Eten is niet echt... Uh, ja, eten is ook wel belangrijk, maar uh, dorst is wel het meeste wat, wat, wat voorkomt als je voetbalt. Ja. Wat... Nu staat Sparta twee punten achter op plek 8. Nog drie wedstrijden te gaan. Drie lastige wedstrijden. Maar dat was FC Groningen uit ook. Waar gaat dit toe leiden voor Sparta aan het eind van dit seizoen? Ja, dat moeten we, moeten we zien. Ja, wat jij zegt, we hebben drie, uh, drie lastige wedstrijden: uh, Vitesse, uh, Utrecht, Herenveen. Ja. Het zijn ook hele goede, goede ploegen, dus uh, we moeten het gewoon per week bekijken. Gewoon goed herstellen van deze wedstrijd. Natuurlijk een lange reis in de benen, ook een, een zware pot. En focussen eerst op uh, Vitesse voordat we naar de andere wedstrijden kijken. Maar toch hè, denk ik ook, Sparta, de eerste doelstelling was veilig, stel, uh, veilig spelen. Als je nu zo dichtbij bent, ja, dan wil je dat toetje toch ook gewoon binnenhalen? Ja, we moeten er gewoon vol voor gaan. En uh, dat doe je alleen maar door keihard te werken. Dus ja, veilig ben je sowieso. Dus, je hebt, uh, je hebt niks te verliezen, je kan alleen maar meer pakken. Dus uh, ja, we gaan er gewoon uh, vol voor. En uh, als we het dan niet halen, kunnen we wel tenminste zeggen dat we er vol uh, voor uh, zijn geweest. De bus gaat zo meteen weer terug, hè? 258 kilometer weer naar Rotterdam. Na nou, drie punten in de tas is dat geen uh, probleem. Hoe lang moet je nog wachten voordat je weer wat mag eten? Ja, ik ga nog laat. Het is een uurtje of vijf nu, dus ik denk nog, uh, nog zes uurtjes voordat ik uh, mag eten en drie als ik ga slapen. <laughs> Nou, ja, in ieder geval een lekkere terugrit om uh, en ja nog even die doelpunten te kijken en wat nou de mooiste van dit seizoen is. En uh, die drie punten uh, ja, bij te schrijven gefeliciteerd. Dank u wel. Dank je wel.